Is op 100 meter van het startpunt. Toch weten nog. Start gevallen. Paard is onderweg. Grand Seigneur heeft een beste start en die neemt makkelijk de leiding. Grand Seigneur, daarachter op plaats 2 Early Smiling. Eerste paard aan de buitenkant is Umbra. Ze gaan de paarden de eerste bocht in. Umbra dus op plek 3, plek 2 misschien als je het goed wil zien. En die gaat aan de buitenkant nu de leider aanvallen. Paulino is rustig begonnen, zoals Langeweg al zei. Gaat vandaag anders doen. Hij blijft wel in het tweede spoor. Hij wil niet naar de binnenkant. En zo gaan de paarden de rechte lijn overzijden. En dan is hij voorlopig het eerste paard in het tweede spoor. Umbra heeft de leiding overgenomen. Umbra, dan Grand Seigneur. Daarachter op plaats 3 is... Dion Tesla terechtgekomen met Early Smiling. Daarachter een gaatje naar Geri Boko. En achter Geri Boko heeft dan toch Paulino ingeparkeerd. Dat moest hij eigenlijk ook wel. Want er was achter hem eigenlijk niets wat opkwam. En zo gaan de deelnemers de volgende bocht opzoeken. Uit de staart van het veld gaat nu één deelnemer ietsje naar voren. En dat is Willem Hamming met Call Him George. Call Him George gaat wat terrein goed maken. Heeft inmiddels de voorlaatste plaats verruild voor de twee na laatste plaats. Maar vooraan ligt het tempo vrij hoog. Tempo wordt gemaakt door de deelnemer die daar al vrij vlot lag. En dat tempo ook hoog houdt en dat is Umbra. Umbra leidt. Daarachter is het Grand Seigneur. Robin Bot kijkt achterom en denkt waar blijft die lange weg? Nou, daar hoeft hij niet al te lang te wachten. Daar komt Langeweg al aan de buitenzijde. Paulino is onderweg naar voren. Paulino heeft het tweede spoor gekozen. En met grote stappen gaat hij nu richting de leider. En zo zijn we op weg naar de runnersbocht. Leiding daar in handen, nog altijd van Umbra. Daarachter Grand Seigneur, dan Paulino aan de buitenkant. Daarachteraan gaat Giga wel. Dat is wat dat betreft van Giga wel een déjà vu. Want hij heeft weer die rug van Langeweg voor zich. De topkiprug. En zo gaan de deelnemers de rechte lijn overzijde in. Buitenzijde dus Paulino die nu schuin naast Umbra is gekomen. Maar Ebbing had daar al op gewacht en die gaat nu het tempo iets verhogen. Umbra, daarachter aan de buitenkant Paulino. Daarachter Grand Seigneur, dan Giga wel. Daarachter aan de reling zijde Early Smiling. En zo gaan we op weg naar de laatste bocht. De andere paarden hebben moeite met dit tempo. Gaan de laatste bocht nu in. Tempo nog altijd met Umbro vooraan. Umbra heeft een lengtevoorsprong. Buitenzijde Paulino die nu wordt gevraagd door Langeweg Junior. En daar reageert hij ook op. Daar gaat Paulino aan de buitenzijde. Hij komt nu tot op een halve lengte. En inmiddels zijn we halverwege de Tjada bocht. En Paulino moet nu even de tanden op elkaar zetten. Langeweg Junior heeft het hem gevraagd. Umbra aan de binnenkant verweert zich. En zo zijn ze in de laatste rechte lijn. Paulino aan de buitenzijde. Umbra aan de binnenzijde. Umbra gaat op dit moment nog even beter. Paulino aan de buitenzijde probeert het wel. Daar komt Giga wel. Daar komt helemaal aan de buitenzijde ook Bakker aangevlogen. Gaan op weg naar de streep. Umbra leidt nog altijd. Umbra, Giga wel op plaats 2, maar die gaat hij verliezen. Aan de buitenzijde aan de nummer 8. En zo gaan we door de streep. Starspeed wordt tweede. Gigant van een outsider. En Giga wel op plaats 3. En de winnaar is Umbra.